Ja. Niels, welke straffen zijn er nu geëist? Nou, het gaat om 5 mannen, allemaal wonen ze in Zeeland. En er zijn celstraffen geëist tussen de 2 en de 6 jaar. De man die 6 jaar hoorde eisen is dus de man die van die daadwerkelijke smokkel wordt verdacht. Die moet daarnaast volgens het OM een boete betalen van 50.000 euro. De anderen die kregen dus lagere celstrafeisen en daar zijn boetes geëist van 15.000 euro per persoon. Ja, en dat er bij 4 van de 5 verdachten ook door de politie nog wapens zijn gevonden, ja, dat rekent het Openbaar Ministerie de verdachten heel zwaar aan, omdat ze geen rekening hielden met het gevaar voor de samenleving. Want het ging hen volgens het Openbaar Ministerie alleen maar om zo snel mogelijk veel geld te verdienen. Hebben die verdachten daar zelf eigenlijk nog op gereageerd? Nee, de verdachten...